Hi, hi, dankjewel dat je kijkt naar mijn travel vlog. Een hike in het Bukasan Park na Seoul stel ik al 3 weken uit, maar ik ga hem eindelijk doen. Het is echt crazy hoe lief Koreanen zijn en tijdens mijn hike word ik dan ook aangesproken door lieve Gina. Hi, this is Gina. I just randomly met her on the mountain. Hey, I was just captivated by Ivana's style and it was really cool, so... And I decided to become friends with her. Yay! Yay for new friends! For new friends! Oh, we've been friends for like... 2 minutes. 2 minutes. But still friends are friends. Yes. So, friends make each other happy. So, and we just made each other happy. Yes. So, exactly. And if you have time, please visit Korea and we will have... We can meet a lot of cool people around here. So, yeah. Come, welcome to Korea! Woohoo! Na ons gesprekje ga ik weer verder, maar ik kan helaas niet naar de top, omdat ik in de middag onverwachts mee kan doen met yoga. Ik beklim daarom maar een rots en krijg daar ook een waanzinnig uitzicht op Seoul. Op mijn laatste volle dag in Seoul wil ik nog een paar dingen heel graag doen. Shoppen in metrostations is namelijk wel een beleving en typisch Koreaans. Oh ja, trouwens, het deuntje wat je hoort wanneer een metro eraan komt is te schattig. Daar word ik elke keer weer blij van. Na het shoppen eet ik nog bij de Gwangjang-markt. Het schijnt dat je hier ook vintage kan shoppen, maar dat kan ik helaas niet vinden. Daarom ga ik maar door naar een hondencafé, want die wil ik na het kattencafé natuurlijk ook wel zien. En ja hoor, ook bij het hondencafé krijg ik volop knuffels. Dan is het alweer tijd voor het volgende land. Mijn reis verloopt zeker niet soepel. Ik mis in Seoul mijn vliegtuig, maar kan gelukkig met de volgende mee. En ook mijn overstapvliegtuig is vertraagd. Uiteindelijk kom ik daarom vrij laat in Beijing aan. De stad doet me erg denken aan Berlijn. Het is vrij industrieel en de mensen zijn wat rebels. Wel super lief, maar daar kom ik zo op terug. In Beijing zijn er 3 dingen die je standaard moet zien. Het Tiananmenplein, de verboden stad en natuurlijk de muur. Het plein vond ik eerlijk gezegd erg meevallen. De verboden stad is wel een complete verrassing. Het is gigantisch en bloedmooi. Ik ben heel blij verrast en vermaak me hier meer dan 4 uur. Weet je wat ik zo bijzonder vind trouwens? Vroeger zou je nooit als gewone sterveling dit soort dingen kunnen zien. Omdat je ja, gewoon een paleis niet binnenkwam. En nu een paar 100 jaar later loop je er gewoon en kan je met eigen ogen je verwonderen aan de pracht en praal. Ik vind het persoonlijk zeer fascinerend. Ik kan gewoon niet geloven dat ik dit bijna wilde skippen. Dit is echt heel vet. Deze week staat ook de muur op de planning. Eerlijk, ik ga er naartoe omdat je het gezien moet hebben. Als ik er ben, ben ik wel onder indruk, maar niet compleet weggeblazen. Er zijn momenten dat ik wel voel hoe bijzonder en oud deze muur is, maar het is er ook zo druk met heel veel Chinese toeristen. Dat was bij het paleis ook zo, maar daar heb je nog veel stille hoekjes en paden, waardoor je ja, toch een bijzondere gevoel krijgt. Hier lijkt het af en toe een avondvierdaagse spits. Achteraf denk ik dat het echt wel een massie is, maar misschien is een privé-tour naar een wat stiller stuk wat beter. Dat was voor mij nu helaas geen optie. Stel. De Chinezen hebben me trouwens al helemaal in de pocket. Ik word overal zo goed geholpen en ze zijn ontzettend lief. Van deze kamergenootjes heb ik een selfie stick en een armbandje gekregen. Hallo. Can you say your name? Sun Yang. Sun Yang. Your name? Sun Yang. Jing Jing. Jing Jing. Oh, that is such a cute name. Your name? Yes. Mm. Oh, I love Chinese. Zij waren helemaal gek op de knuffels die ik constant mij gaf als dankjewel. Ook wilden ze allemaal met me op de foto, want sommige van hen hadden gewoon nog nooit een westerling gezien. Weet je, natuurlijk roggelen ze en zijn ze af en toe asociaal. Maar daar staat zoveel gastvrijheid en behulpzaamheid tegenover, dat ik al mijn vooroordelen over deze mensen opzij heb gezet en eigenlijk ze gewoon heel, heel, heel leuk vind. Daarnaast was ik al gek op hun eten, maar dat slaat hier helemaal door. Ik heb 4 dagen achter elkaar hotpot gegeten. Dat is een soort bouillon fondue en heel lekker.
Ook zoek ik rustig meer dan een uur naar dimsum, omdat dat gewoon moet als je in China bent. Kortom, ik vermaak me hier nog met gemak de aankomende 3 weken. Volgende week meer avonturen uit China. Als je al geabonneerd bent, high five! En zo niet, doe dat dan nu, want dan zie ik jou ook volgende week. Dankjewel voor het kijken!